die middag. Er was al dagen niets gebeurd, zo voelde het. De mensen in de stad waren nog net niet vergeten dat ze eerder dit jaar hadden kunnen schaatsen op de gracht en alles wat daarna kwam voelde als niets, het eindeloze wachten op de lente. Ik dronk koffie in het café waar ik bijna al mijn koffie dronk toen er eindelijk weer eens iets gebeurde dat te onthouden viel. Een man bleef staan voor de leestafel waar ik zat. Hij was oud, droeg een gehoorapparaat en zo'n onbeduidende grijze jas waarvan ik geen idee heb waar hij ze kunt kopen. Hij keek me indringend aan, boos bijna. Ik trok mijn sympathieke gezicht, het gezicht waar ik niets bij voel, maar dat ik altijd paraat heb als ik tegen winkelkarretjes aanstoot of tegen mensen aanval als de tram optrekt. De man keek niet minder ernstig. Ik besloot door te lezen in mijn krant en nam daarbij zijn priemende ogen die door mijn schedel boorden voor lief. Ooit gaat hij weg, dacht ik. Of dood. Kijk maar even. Toen begon hij te spreken. Nare man, zei hij. Omdat ik niet het idee had dat zijn opmerking van zelfkennis getuigde, maar dat hij mij bedoelde, keek ik hem aan en vroeg... Pardon? Nare man, zei hij nog een keer. Ik keek om me heen of er getuigen waren van de beledigingen. Er was niemand, alleen de kat van het café die altijd in mijn tas gaat zitten als ik niet oplet. Misschien dat ik hem toch kende, van vroeger. Het zou kunnen dat er echt iets was gebeurd. Misschien had ik zijn kleindochter nooit meer teruggemaild of had ik ooit in zijn portiek moeten overgeven, lang geleden toen er al jaren niet op de grachten was geschaatst en ik nog moest overgeven van drank. Wat is er aan de hand, vroeg ik. Duidelijkheid is altijd het beste. Dan waren we er maar vanaf. Ik kon ontkennen, me verweren of mijn excuses aanbieden, maar in ieder geval door met het lezen van de krant. Waarom deed je dat nou? Vroeg de man. Wat deed ik? Al die onschuldige kinderen. Ik keek vertwijfeld. Dit is onhandig. Maar ik heb hem al. Arme kinderen, ging de man verder. Ze hadden niets gedaan. Ik dacht even dat ik echt iets te maken had met het leed van onschuldige kinderen, maar dat ik het was vergeten. Er schoot me niets te binnen. Ik dacht dat je in de bak zat, zei de man. In de bak? In Oslo. Toen doemde het beeld op. Van Breivik, Anders Breivik. De man die precies even oud was als ik. Die een machinegeweer had leeggeschoten op 80 jonge socialisten op een eilandje bij Oslo. Hij was blond, had blauwe ogen en een wijkende haargrens. De hersenen van de oude man in het café waren week geworden. Er waren patronen ontstaan, verbindingen die niet klopten. Associaties die hem brachten tot dit soort gedachten. Ik kon het hem moeilijk kwalijk nemen. Ik moest lachen. Voor het eerst in mijn leven had ik hinder ondervonden van hoe ik eruit zag, dacht ik. Lang, blond, blauwe ogen, dat had altijd geholpen, tot nu. Nu ben ik in de ogen van de dementerende een massamoordenaar, de Nederlandse Breivik. Nare man, zei de man weer. Ik zuchtte. Ik heb er wel veel spijt van, zei ik. Hij was lang stil. Mooi, zei hij toen. Daarna draaide hij zich om naar de deur, hij groette de kat en liep naar buiten. Ja, dankjewel.